Op de Industrielaan in Ude zijn afgelopen weekend een auto, bestuurd door een 67-jarige vrouw uit Ude, en een motor, bestuurd door een 37-jarige Udenaar, met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder is met een enkelbreuk en pijn in zijn onderrug naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste is ter controle ook naar het ziekenhuis gebracht.